Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 30 juni. Vandaag in het journaal. BOG verwoest door brand. China doneert Sinopharm aan Suriname. Ongeveer 7000 Chinezen staan geregistreerd voor het Sinopharm vaccin. Ook Johnson & Johnson en Pfizer vaccins naar Suriname. Wat is het verschil tussen AstraZeneca en Sinopharm? Het gebouw van het Bureau Openbare Gezondheidszorg is in de ochtend verwoest door brand. Het gaat om de exit screening en de 178-lijn. Verder zijn er ook twee auto's beschadigd door de brand. Toen de brand ontstond, was het personeel van de 178-lijn op de begane grond en merkte er niets van dat de bovenste verdieping in lichte laaien stond. De brandweer kreeg de melding omstreeks 3:30 in de ochtend binnen. Minister Ammar Ramadien oriënteerde zich al heel vroeg op het complex van het BOG. Hij zegt in gesprek met het COVID-19-journaal dat het een enorme domper is voor het ministerie van Volksgezondheid. Enorme domper. Dit is onze kerncentrum voor de COVID-monitoring. En u begrijpt dat sinds een jaar, langer dan een jaar, er hier infrastructuur is opgezet, fysiek, zowel technisch. En alles is in een paar uren in vlammen opgegaan. We hadden ook PPE opgeslagen hier, de swabs testen die worden hier gedaan, de exit screening van, van onze COVID-patiënten worden ook hier gedaan, maar ook 178 Berlijn, welke nu is uitgevallen, is hier gehuisvest. En zo hebben we verschillende diensten, maar ook onze onderdirectoraat administratieve diensten, het kantoor van de directeur, dus allemaal is vernietigd. We hebben dit gezien en het is een enorme domper, want nu krijg je een onderbreking in de keten van diagnostiek. Je krijgt een onderbreking in de keten van preventie, maar ook in andere zaken. Dus we werken aan een noodoplossing. De directeur van de RGD is ook hier, de mensen van het BOG zijn hier. Wij gaan werken aan een spoedige oplossing, we gaan de samenleving in ieder geval garanderen dat er spoedig gecommuniceerd wordt met de samenleving om te weten hoe we verder gaan. 178 is nu uitgevallen, maar we hebben al contact gelegd met telezuur om ons hier te ondersteunen. We moeten de fysieke locatie van 178 verhuizen naar een andere locatie. En er is gelukkig zijn we zo slim genoeg om clouds te hebben waarop we onze data hebben en niet gewoon in een Excel sheet of zo. Dus onze data is hopelijk nog veilig. We moeten dat even bevestigd krijgen nog van onze technische mensen. Maar de lijnen zijn beschadigd. Het ziet er dus er moet van hieruit een andere oplossing gezocht worden daarvoor. En daarvoor heb ik nog geen informatie hoor. Maar ik weet dat de mensen hard aan het werken zijn. En de swaps moeten ook gaan kijken waar we dat doen. Vaccineren aan de overkant. Hebben we dus besloten net om het stop te zetten. Het is niet raadzaam om nog personeel in te zetten daar, terwijl we nu moeten gaan denken aan een evacuatie van diensten. Aan de andere kant gaan we wel de exit screening, welke hier ook plaatsvond op dit terrein. Aan de dit is het terrein naast de Rode Kruis. En aan de overkant waar er gevaccineerd wordt, daar gaan we dus nu die exit screening gaan doen. Dus dat wordt nu uitgewerkt door de directeur. En aan de andere kant moeten we kijken hoe en hoe groot nog de schade is eigenlijk. Ik zie daar ook drie auto's of twee auto's vernietigd doordat het een dak is ingestort. Toen ik hier aankwam was de brandweer drukdoende. Het was nog nablussing, maar de brandmeester heeft me dus aangegeven dat hij een uitslaande brand heeft aangetroffen. Dus exact kan niet aangegeven worden van waar de brand is ontstaan. En er waren mensen in het gebouw. Voor 178. En ik ben blij, want de mensen hadden het iets door dat de brand was, want het begon boven. En ik ben blij dat de brandweer de mensen veilig heeft kunnen evacueren. En ook mijn dank is groot aan aan de brandweer, het personeel, die alles heeft gedaan om de schade zo minimaal mogelijk te houden. Er is heel wat schade aangericht, zegt directeur van het BOG, Rajesh Ori. De administratieve diensten, waaronder personeelszaken, financiële zaken, interne controle, secretariaat van de onderdirecteur zijn allemaal in vlammen opgegaan. Directeur Ori kreeg de melding al heel vroeg binnen en haastte zich meteen naar de plek.
Kwart over drie ben ik gebeld geworden door meneer Welzijn van de brandweer. Hij helpt ons ook, hij coördineert ook ambulance dienst voor ons. Dat er brand is uitgebroken op het BOG. Toen vroeg hij welk gebouw. Hij was zijn hoofdgebouw. Ik zei kom direct. In 10 minuten was ik hier. Het was een lichte laaien. Ik zag het al vanaf de Gravenbergstraat dat het een lichte laaien was op dat moment. Niemand is verongelukt. Er waren wel personen die bezig waren met bij de meldkamer, maar die zijn dan naar buiten gekomen. De schade is het zelf. Bepaalde diensten, bijvoorbeeld de administratieve diensten, zoals PZ, financiële zaken, interne controle, secretariaat van de OD, secretariaat van de directeur, die allemaal zijn helemaal afgebrand. We hebben ook al onder behoorlijke stress. We moeten al een heleboel doen. Op dit moment zijn we bezig om de meldkamer weer op te starten, want mensen moeten ons kunnen bereiken voor informatie dat te maken hebben met vaccinatie en COVID. En we zijn daarmee bezig. Alles is uitgevallen. Is een handicap voor alvast voor COVID, maar over het algemeen ook voor het BOG. Het BOG, vanwege de brand van het hoofdgebouw, zullen we alvast vandaag niet kunnen swabben, want swab werd gedaan in dit gebouw. We gaan ook niet vaccineren. Of zouden de mensen zeggen die naar het BOG willen komen om te vaccineren, ze kunnen gaan naar POC. Er zijn een paar mobiele units die er zijn. Eentje is bij Brouwerij vandaag, dat ze daar naartoe gaan. Voor exit screening gaan we wel vandaag op het BOG exit screening doen op het medisch centrum. De personen die voor exit screening komen, die kunnen wel langskomen op het BOG. Dan is het gebouw aan de andere kant. Gaan we wel exit screening doen. Afgelopen maandag zijn de 100.000 Sinopharm vaccins uit China aangekomen. De minister van Volksgezondheid mocht de donatie in ontvangst nemen op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van de Chinese ambassade. De donatie is tot stand gekomen vanwege de diplomatieke relatie tussen Suriname en China. Voor onze gezondheidsminister is dit een belangrijk moment voor Suriname. Dit moment is heel belangrijk voor Suriname. We krijgen vandaag op maandag 28 juni 2021 de veel lang verwachte Sinopharm vaccins als een donatie, geschenk uit China. Dit komt allemaal als gevolg van de verbeterde en versterkte diplomatieke relatie tussen China en Suriname. En we hebben van beide zijden uit hard gewerkt om de vaccins hier veilig te krijgen. En ik mag u garanderen dat de vaccins conform de protocollen zijn vervoerd. De temperatuur, alles is bijgehouden. Dus de Chinese autoriteiten waren continu in overleg. En ik moet zeggen dat wij in ieder geval heel blij zijn met de aankomst van de 100.000 Sinopharm vaccins. Niet alleen de vaccins, maar ook de bijbehorende attributen, zoals injectiespuiten en naalden. Die zijn ook gearriveerd en wij zijn nogmaals de Chinese regering zeer erkentelijk. Ook voor assembleelid Rui Wang is deze geste heel belangrijk. Het Sinopharm is het alternatief na het AstraZeneca-vaccin en mag gezien worden als een deel van de oplossing, vooral voor de Chinese gemeenschap. Het is heel belangrijk. We weten allemaal dat we in een COVID-crisis zitten. En we weten allemaal ook dat de enige oplossing eigenlijk dat een ieder moet gaan vaccineren. En we hebben nu hier achter mij de Sinopharm. De Chinese vaccin Sinopharm. En het is in principe naast Astra een alternatief, een andere keuze die men kunt gaan nemen. Ja, het is een deel van de oplossing. We weten allemaal, het is een andere technologie wat ze hebben toegepast op de Sinopharm. Vergeleken met de Astra, Pfizer, etc. Maar ook omdat de Chinese gemeenschap, de meeste van ze hebben familie en vrienden en kennissen in China. En ze hebben allemaal Sinopharm of Sinopak genomen. En daarom hebben ze eigenlijk meer vertrouwen in Sinopharm. Voordat het toedienen van het Sinopharm-vaccin kan geschieden, moeten volgens de protocollen er eerst vooraf trainingen worden gevolgd. Nu dat het vaccin gearriveerd is, kunnen de trainingen vlotter verlopen. Het ligt in de bedoeling dat op zaterdag 3 juli de eerste Chinese burgers kunnen worden gevaccineerd. Maar daarvoor
wordt op vrijdag 2 juli de officiële overhandiging gedaan vanuit de Chinese regering aan de president Chandrika Prasad Santokhi. We zijn bezig. Op dit moment hebben we de ontvangst. Hierna wordt het vaccin getransporteerd onder de internationale standaarden naar onze opslag. En van daaruit gaan de trainingen verder. Er zijn al protocollen geschreven om te gaan hiermee door de fabrikant. De trainingen, we hebben al 4 maanden zijn we bezig te vaccineren. Dus de trainingen zijn reeds voorbereid. Echter, de fysieke aanwezigheid van het vaccin is natuurlijk heel belangrijk om dit goed voor te bereiden, alvorens we het gaan toedienen op een veilige, bekende wijze aan de Surinaamse burger. Dus we gaan nog vrijdag, hebben wij aanstaande 2 juli, de officiële overhandiging vanuit de Chinese regering aan de president. Na deze ceremoniële overhandiging hebben wij aanstaande zaterdag, 3 juli, starten wij met het toedienen van dit vaccin te POC, dat is het politieopleidingscentrum. En al daar zullen wij het gebruik hiervan starten. Er zullen na dit weekend ook mogelijkheden bekeken worden om organisaties in de gelegenheid te stellen om ook dit vaccin toe te dienen aan de gemeenschap. Maar eerst moet er geëvalueerd worden, daar het om een nieuw vaccin gaat. De start is op zaterdag 3 juli op het POC-complex. Wij gaan, het beleid wordt gemaakt op basis van de adviezen die onze deskundigen meegeven. De technische commissies en de mensen die allemaal belast zijn met de organisatie van vaccineren. Het ministerie schrijft, dus het, neemt het beleid en adviezen over van de deskundigen. We hebben al gezegd, we gaan starten op 1 plek. We gaan kijken hoe dat... het is een nieuw vaccin. Vanaf februari tot nu hadden we maar 1 vaccin in het land. Na vandaag hebben we een tweede optie. Dat is Sinopharm. Afhankelijk van de inzet, afhankelijk van de interesse, zullen wij gaan bepalen waar dit allemaal gaat plaatsvinden. We starten op 1 plek, mede vanwege het feit dat we moeten gaan kijken hoe het in de praktijk loopt bij het toedienen van dit vaccin aan onze mensen. Nieuwe bijwerkingen of misschien andere bijwerkingen te zien. Belangrijk is, die flow moet bekend zijn. Het team gaat dat evalueren. En aan de hand van die evaluatie bij het eerstkomend weekend gaan wij natuurlijk alle verzoeken van organisaties die binnenkomen om dit vaccin toe te dienen ook bekijken en honoreren. Gebleken is dat heel wat mensen hebben zitten wachten op het Sinopharm vaccin. Wij vroegen aan dokter Naomi Chang wat eigenlijk het verschil is tussen beide vaccins. Het Sinopharm vaccin is eigenlijk het vaccin dat we volgens het systeem dat we al heel lang kennen. Het is een geïnactiveerd virus. Dus ik denk dat de mensen daar meer vertrouwd mee zijn en dat ze dat dus dan eerder accepteren. Terwijl het AstraZeneca-vaccin is ontwikkeld volgens een nieuw mechanisme. Het is een viral vector. Terwijl het Sinopharm is volgens het toxoïde klem-injectie is ook volgens een geïnactiveerd virus. En het Sinopharm-vaccin heeft dus ook een... daarmee te maken. Dus het is een geïnactiveerd virus. Dus dat kennen ze. Het is vertrouwd. Het AstraZeneca-vaccin werkt met een stukje eiwit dat ze hebben gemaakt in een laboratorium. En waarvoor ze een vector hebben gebruikt. Dus het gaat om het verzwakt adenovirus hebben ze gebruikt. En daarin hebben ze dan een stukje van het COVID-virus, een deeltje daarvan hebben ze nagemaakt en dat hebben ze in het adenovirus gezet en dat wordt dan in het lichaam ingespoten, waardoor dan je lichaam het herkent als een vreemd stukje en dan ga je dan antistoffen, soldaatjes er tegen maken die dan gaan vechten tegen het vreemd stukje dat ze niet herkennen. Zo werkt het AstraZeneca-vaccin, terwijl het Sinopharm is gewoon een inactief deeltje dat dan in het lichaam wordt ingespoten waarbij de antistoffen er tegen, soldaatjes er tegen worden gemaakt. En met deze reportage zijn we voor vandaag weer aan het eind gekomen van dit journaal. Van deze plaats wil ik namens minister Amar Amadine en zijn directie, staf en personeel u een fijne Kitty Kotti-dag toewensen voor morgen. Houden jullie er rekening mee dat deze dag gelijkgesteld is met de zondag, wat wil zeggen dat de total lockdown nog steeds van kracht is. Maak er een mooie dag van en blijft u vooral veilig.